Ik ben bang dat hij me gaat snipen, man. Ik wil zo meteen zo'n vliegtuig meenemen. Ik denk dat we deze guy eerst moeten killen. Die Deagle is zo sterk, ouwe. Ik hou van het wapen. Dat is echt de chillste wapen in de game. Yo, de mensen, super leuk dat jullie in deze gloednieuwe Fortnite zien op mijn kanaal. Games for Real. In deze video, jongens, gaan we lekker een solo potje proberen te winnen. En we gaan lekker naar Frosty Flies natuurlijk. En een van mijn lievelingsplekjes die nieuw is toegevoegd in de game natuurlijk. En ja, dat komt puur omdat je hier lekker veel vliegtuigen hebt. En ook veel loot. En dat is super tof natuurlijk. Dan kan je lekker snel weer weggaan met die vliegtuigen. Maar ook natuurlijk met goede loot. Dus we gaan lekker in deze hangar landen. Ik zie daar al een AR liggen. Die heb ik natuurlijk wel nodig. En die pump daarnaast eigenlijk ook wel. Dus dit is al een lekker begin. Lekker goede wapens. Alright. Laten we even wat shields farmen. Dat zou ook mooi zijn. En dit is een medkit. Dat is geen shield. Maar oké. Okay, ik kan ermee leven. Alright. Laten we eerst even de hangar hier naast ons cleanen. Want volgens mij zit er daar in ieder geval één persoon. Dat weet ik zeker. Maar ook een kerel met een vliegtuig of zo. Wat is hij aan het doen? Oh, hij zit hier. Let op. Shit, ik kan hem net niet raken. Jezus, wat gaat hij snel? Oh my god. Oké, dat. Ja, dat gaat niet raken. Waar zit deze gast dan? Is dat die gozer die hier landen? Ik weet het niet zeker. Maar er zijn in ieder geval genoeg mensen. Nee, ik hoor hem lopen. Wat, ik hoor nog een vliegtuig. Iedereen gaat met die vliegtuigen vandoor. Wat is dit? Nee, dat is mijn hangar. Wat een gozer, ouwe. Alright, dan gaan we hierheen pushen. Nou, dan gaan jullie maar lekker vluchten, hè? Setje pussies. Alright. Oh, kut. Ik heb geen mes. Oh, dit wordt leuk. Dit wordt leuk. Ik ga hier naar binnen, jongens. Fuck it. Let's go. Volgens mij is het moker druk hier. Dus ik moet wel even goed uitkijken. En dat is een boelbom. Is dat dan boven? Oh, dit ging bijna fout. Waar zitten ze dan? Oh, hier. Wat de hel? Dat is één. Dat is... Oh, ik had hem... Wat de hel? Even snel innemen. Gelijk die pump oppakken. En die SMG hier. Dankjewel. Oh god. Ik heb geen match. Oh my god, jongens. Het is zo druk. En nog een vliegtuig ook nog. Ik moet naar binnen. Ik ga naar binnen. Fuck it. Let's go. Ik gooi even een dynamietstaaf daarheen. Dan ga ik hier via deze deur naar binnen. Oh, laat maar, dat kan niet eens. Oh god, hoe ga ik omhoog komen? Wacht, ik ga even iets hakken. Dit is een beetje een stress situatie, jongens. Oh, die vliegtuig maakt het ook niet heel veel plezieriger. Zit er daar boven. Oké, okay, ik ga pushen, let's go. Oh my god, dit is een chaotisch begin. Oh, maar ik vind het wel leuk. Oké, okay, let's go. Laten we die medkit maar meenemen. Hoppakee. Dan ga ik die kabelbaan hier pakken. En ik hoop dat ik dan iemand daarboven kan killen. Oh, ik word helemaal gek van die geluiden van die vliegtuigen. Oh shit. Oh, wat ben ik blij dat ik er niet op kan. Ik heb geen match genoeg, jongens. Oké, nu wel. Zou ik wat doen? Oh my god. What the fuck? Die muur is... Oh my god, ik hakte die muur niet eens. Wauw, what the fuck? Oké, wat is handig? Waar zit die gast? Waar zit die guy? Hij zit erboven. Fuck it, ik ga het doen. Let's get it. Hij zit daar. Volgens mij achter... Hoppakee, dat is één. Er zit daar nog een gast verderop. Is deze guy match? Hij heeft wel een... Nou, blauw beurs, fuck it. Shit, oh shit. Oké, dit is nog langer niet. Dit was nog langer niet alles. Zit daar een gozer helemaal boven? Push er ook heen. Oh my god. Oké, ik heb geen shield, jongens. Dus hoe ga ik dit doen? Oké, hij zit onder mij. Nice. Wat ga je doen? Let's go. Oh my god. Jongens, ik moet hier weg. Oh shit. Snel een muurtje plaatsen. Kan niet. Laat maar. Oké, ik moet deze guy dus zijn loot hebben. Alright. Oh my god. Een blauwe hair. Kijk eens aan. Lekker, lekker, lekker. Kom op. Oké, ik heb... laat ik die scope AR maar even... Dit ding. Hoe heet het? Thermal ding. Oké, let op, hè. Nu is die guy de lul. Waar zit je vriend? Hij zit daar... Hij is... Oh shit. Hij is iets naar beneden gegaan. Kut, ik kan daar niet onder. Shit, sorry. Waar zit hij nou? Even zien. Oké, hij loopt daar. Oh god, dit was heel dom. Oké, snel. Hij gaat pushen. Oké, fuck it. Fucking ouwe. Oh my god. Die pump is zeg maar geüpdate, waardoor die zeg maar one pumps kan doen. Heel snel, oh, ben je 100 HP. Eigenlijk is dat helemaal niks meer qua als je tegen een pump moet vechten. Die pump shotgun doet zo'n heerlijke damage nu dat hij gewoon... Ook, ja, het is gewoon een heel sterk chill wapen geworden, man. Dus dat is super fijn. Geef maar jou aan, camera. Chill. 5 kills in de broekzak. Het was mokertje druk hier, gek. Holy shit. Alright. Wat nu het leuke is, we zitten niet safe. En we moeten ook echt een mokerstuk rennen. Dus dat gaan we dus niet doen. We gaan lekker gewoon zo'n vliegtuigje jatten. En dan piepen we gewoon lekker naar safe zone. Dat is natuurlijk, dat is het wel chill aan deze plek.
Ik vind die vliegtuigen super chill en handig. Soms is het een beetje overpowered, want als je bijvoorbeeld iemand raakt met die kogels die je kan schieten en nog eens hem aan gaat vliegen, dan is hij wel in één klap, of hij is in ieder geval heel erg weak. Dus het is soms een beetje sterk, maar oké, het zit erin. Het is niet van, ik word elk potje gekild door een vliegtuig, dat is het ook weer niet, maar het is af en toe een beetje irritant. Dus we moeten maar mee leven. Trouwens, wat ik eigenlijk wil zeggen in een intro is nog dat we met de enigste OG skins, naast de cookie skins natuurlijk, spelen nu. Want ja, de knock-up zou ik maar zeggen, en die mannelijke versie van die skin zijn teruggekomen. En dat is natuurlijk wel jammer, want ja, ik had de knock-ups persoonlijk. En eigenlijk is hij dus nu niet meer OG. Dat is wel super jammer natuurlijk. Ik vond het wel een vette skin. Ik gebruik hem niet heel vaak, maar af en toe vond ik hem wel leuk om te gebruiken natuurlijk. Maar deze skin, de rendier, ik weet niet hoe die heet. Ik noem maar gewoon de rendier skin. Is nog niet teruggekomen. Waarschijnlijk komt hij dus wel terug. Dus deze video is nog even met een OG skin. Maar ja, misschien over een week is hij gewoon alweer teruggekomen. Dus dat is wel minder. Oké, even een plannetje jongens. Ik ga eerst even wat boom hakken hier. Voordat we even verder gaan. Pleur ik daar even mijn vliegtuig neer. Die stort daar wel even ergens neer. Want ik heb namelijk helemaal geen mes. Dat is het enige nadeel aan die plek. Je hebt gewoon geen bomen, niks wat veel mes oplevert in de buurt zitten. Dus je moet eigenlijk een beetje ergens heen vliegen en dan daar gaan hakken. En dat zijn we dus nu aan het doen. Dus ja, chill. Alright, er zit ernaast stil dat ook. Het zit niet meer safe. Dus ik denk dat iedereen wel een beetje aan het bonjour is na Loot Lake. Ongeveer. Dus ja, we moeten nog wel even een stukje vliegen, denk ik. Willen wij enemies tegenkomen. Dus dat is op zich aan de ene kant wat chill. Dan kunnen we nu even wat mats hakken hier. Ook even die mushrooms innemen. Want ja, we hebben geen shield. Dus het is altijd wel even handig om dit mee te nemen. Huppakee. Het is toch weer even, wat is het? 20 shield in de broekzak. Dat is altijd fijn. Weet je, als ik speel liever met 20 shield dan, dan met 100 HP. Ik weet niet, die shield voel ik me altijd wat veiliger mee. Dan durf ik wat meer erop af te pushen. Dan heb ik wat meer het gevoel dat ik niet zo snel dood ga. 120 HP zal niet heel veel verschil maken met 100 HP. Maar toch, het gaat om dit idee. Dus ja, nou, chill. We hebben in ieder geval wat shield erbij. Ik ga even deze boom ook nog even omhakken. Want dan kunnen we nu met het vliegtuig ervan tussen gaan. Want de safe zit in onze nek, dus let's go. Alright, ik vlieg wel even over Tilded heen. Want we kunnen even kijken of we misschien nog iemand kunnen raken. Dat is altijd wel irritant voor die gozer. Dat vind ik altijd wel geinig. Een beetje pesten natuurlijk. Dat kan wel. Alright, kijk, daar bedoel ik. Daar zitten mensen te bouwen. We gaan een beetje irriteren. Hoppakee. Yo! Zullen we hem ook aan kunnen vliegen? Dat zou helemaal mooi zijn. Oh my god, valt hij? Opstijgen! Oké, wacht. Ik ga hem gewoon proberen te killen. Weet je, scheid. We kunnen toch snel weer wegvliegen voor die season. Alright, even een bochtje maken. Hoppakee. Hallo! We zijn er weer. Geen idee waar hij zit nu trouwens. Oh god. Huh, safe zone. Wow shit, dat ging close. Waar loopt die gast? Oh, hij loopt daar beneden. Hij heeft een gift. Oh my god. Oh, dat. Wow, dat. Ik wist legit niet dat het werkte, ouwe. Man. Oké, wacht, let op. Ik heb geen sniper volgens mij. Maar kan ik hem misschien raken? Waar zit die gast? Waar ben jij? Hij vliegt daar, hè? Oké, right. Kut. Oh my god, dat. Nee, dat is onmogelijk, gast. Oké, wacht. Even snel weer switchen van plek, kan dat? Dankjewel. Oh, die kogels komen wel in de buurt, hoor. Dit is fucking sterk, ouwe. Ik wil gewoon even over alles heen vliegen, man. Als ik iemand zie, dan ga ik hem echt... Dan ga ik hem proberen te raken. Ik zie... Daar, joh. Oké, wacht. Gooi het even het vliegtuig om. Dit is sterk, ouwe. Oké, bochie. Huppakeetje. Alright. Er zit iemand op deze bergen, namelijk. En die wil ik even gaan beschieten. Hij zat daar in ieder geval wel. Wacht, even switchen van plek. Oké, even zien. Ik zie hem niet meer lopen. Wacht, ik kan een soort bommenwerper gaan spelen. Siri, even niet mee bemoeien. Let op. Dan gooi je allemaal van die dynamietstaven naar beneden. Oh, als ik hier een kill mee ga halen, dan ga ik echt stuk. Gaat niet wel goed trouwens. Oh my god. Sezo. Bochie. Oké, wacht. Ik ga achter die kill aan. Ik wil wat kills hebben. Let's go. Hij zit in dat rode gebeuren hier. Let's go. Volgens mij zit hij erin ook. Hallo vriend. Dat is die guy van net volgens mij. Volgens mij wel. Holy shit, dat deed hij goed. Peter, raakt hij hem even? Dankjewel. Perfect. Oh my god. Echt gewoon perfect gepleed, ouwe. Lekker, Dylan. Let's get it. Ik praat tegen mezelf. Dat is heel apart of zo. Chill. Let's go. Het enige nadeel is wel, we hebben geen shield meer. Dat is wel minder. Maar prima. Prima, zeggen we dan. Alright, we hebben gewoon weer een vliegtuig, dus ik ga er gewoon weer vandoor. Die dingen zijn zo handig. Ik kan gewoon even weer opstijgen en even weer snel naar de safe toe gaan. Dat is super chill. En natuurlijk op enemies een beetje gaan hunten. Dat is ook super handig. Oké, alright. Dit is veel gebouwd hier. Ik ga het even kapot maken. Huppakee. Ik speel gewoon helemaal onder.
Je weet maar nooit of er nog iemand in zit. Oké, lekker. Nou, dat valt in ieder geval op de grond. Nou, en er zat niemand in, helaas. Alright, we zitten ook alweer safe, dus dat is mooi handig. Even denken. Ja, ik heb geen shield meer. Dat is echt een nadeel. Oké, ik ga het gewoon weer doen. Ik ga gewoon weer switchen. Ik ga gewoon een beetje weer vanuit de lucht schieten op mensen. Kijk eens aan, dat bedoel ik. Is bijna niet te doen, gek. Oké, ik ga toch weer even... Ik ga naar hem toe pushen. Het is echt onmogelijk om vanaf hier hem te raken. Oh, daar is nog een vliegtuig. Alright. Die kerel gaat pushen. Dacht er niet, vriend. You are mine now. Holy shit. Dit was niet echt het plan. Oh my god, ik heb het helemaal verneukt. Oh my god. Oh shit. Oh! Oh my god. Alright. What the fuck? Wat ga je doen? Hi vriend. Oh shit, dat was niet handig. Ik doe altijd veel te makkelijk met no skinners. Dat moet ik echt afleren. Oh my god, waarom nu bijna dood ook? Oké, snel even healen. Ik ben 9 HP. Die shotgun is zo sterk. Dat vergeet ik steeds. Kut. Ja, nou worden we gepusht. Oké, doei. I'm gone. Oké. Ik bouw dit gewoon helemaal onder. Dat duurt het echt een eeuw voordat hij bij mij is. Oké, nu even healen. Oké, we zitten safe. Dat is chill. Er zit een guy helemaal boven. Oh, nice. Een vliegtuig bemoeit er ook mee. Mooi, chill. Dan zit ik even veilig. Hoop ik. Oh my god. Ik moet echt dat afleren dat ik no-skinners niet meer zo moet onderschatten. Van ja, ze kunnen je nog steeds gewoon echt een flinke tik geven, hoor. Dat merkt je wel. Die kerel geeft gewoon één goede hit met... Met die... Oh my god. Wat ben jij van plan? Let's go. Hij heeft een gouden volgens mij. Ja, dank u. Ik geef hem even die SMG, die heb ik nodig. Waar zit deze gast nou? Ik weet nou niet of die boven mij zit. Of hierin. Oh my god. Wat klinkt het raar, die voetstappen. Het klinkt zo dichtbij. Terwijl die echt helemaal boven volgens mij zit, hoor. Oké, ik moet een stukje lopen. Let's go. Zou ik gewoon weer naar... Ik ga denk ik gewoon weer naar boven lopen. Fuck it. Zou ik het gewoon doen? Scheid, we doen het. Let's go. Moet ik dit allemaal gaan editen. Ik denk dat het wel goed komt. Plaats ik hier even een trap. Hoppakee. Oké, okay, nice. Ga gewoon één voor één naar boven klimmen. Oh my god. Ik weet niet waar die kai zit, ouwe. Kut, ik kan dit net niet springen. Even editen. Hoppakee. Okay, zit helemaal boven volgens mij. Ja. Geen idee of iemand zit. Ik heb wel een vliegtuig. Onderduiken! Oh shit. Oh my god. Die dingen zijn zo gevaarlijk, hè. Oh my god, hij is weak. Nice, lekker. Die komt denk ik niet meer terug. Die is bang voor mij. Hoop ik. Oké, okay, ik dacht dat er ook nog iemand boven mij liep, maar... Ik zie hier niemand rondlopen. Dat is best wel eng eigenlijk. Siri... Oké, ik moet echt Siri gaan uitzetten tijdens opnames, want anders gaat het helemaal fout. Verdorie, ja, ik weet niet. Ik heb dat altijd aanstaan. Ja, dan moet het echt een keer gaan uitzetten. Alright. 8 kills. Oh! 104 headshot. Dat is lekker. Dat is heel erg lekker. Hier, deze guy ook. Boom! Oké, okay, jammer. Kut, oké. Okay. Oké, ze hebben wel allemaal... Waarom? Wat? Dat werkt niet op dat hek? Oké, dat... Wat de... Ze gaan allemaal van mijn grappler af, hè? Let op. Wat de hel? Oké, dit is heel raar, die glitch. Oké, ik heb deze shield nodig. Oké, die grappler... Ik heb werkelijk geen idee of het aan mijn grappler lag of aan die... Of dat er heel de grapplers geglitcht zijn. Maar ik wil wel even kijken. Wacht, werkt deze dan wel? What the actual fuck is dit voor glitch? Fortnite. Fix your shit, bro. Dit is... Oké, ik neem het ook niet mee. Want dan ga ik het per ongeluk gebruiken. Oké, zo. We doen het weg. Alright. Dat is heel raar, ouwe. Die grappler... De kogels gaan wel van je ding... Van je magazijn, zou ik maar zeggen, af. Maar je schiet geen... Je schiet niet naar voren, zou ik maar zeggen. Ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. Wat raar, ouwe. What the fuck? Dat is echt voor het eerst dat ik zo'n glitch zie. Alright. Daar is het best wel druk. Ik zag ook volgens mij een kogel via hier komen. Alright. Vliegtuig. Oh, dat is lekker, ouwe. Wat is slim om te doen.
Oké. Deze guy komt naar mij toe. Oké, hij heeft volgens mij een sniper, dus ik moet uitkijken. Kut, hij zit nog aan een vast. Ik ben bang dat hij me gaat snipen, man. Ik wil zo meteen zo'n vliegtuig meenemen. Ik denk dat we deze guy eerst moeten killen. Die Deagle is zo sterk, ouwe. Ik hou van het wapen. Dat is echt het chillste wapen in de game. I love it. Deagle, super dope, man. Neem ook even een snipertje mee, toch voor de zekerheid. Die grappler hebben we toch helemaal geen zak aan. Ik drop de sniper. Nee. Oh, moeilijk. Nee, ik hou de Deagle. Ik weet niet. Dat ding is zo chill te gebruiken, dit potje. Dus ik vertrouw erop dat ding ons echt gaat helpen. Ik weet niet. Die sniper is ook super handig. Maar Deagle, echt. Je zag het. 100, weet ik veel hoeveel headshot. Met die kerel was instant weg gewoon. Ook met shield wat hij allemaal had. Dus ik hou... Oh, we hebben mokere chillen loot. Alright, let's go. We gaan het vliegtuig weer in. Kunnen we even kijken of we weer via de lucht iemand kunnen killen. Dat zou even vet zijn. Sowieso daar in dat dingetje zat iemand. Die is volgens mij nu... Kut, oké, dit is niet goed. Mijn vliegtuig draait heel raar. Alright, let's go. Waar ga jij heen, vriend? Oké, hij gaat daar al heen. Oké, chill. Oh, hij wordt ook beschoten vanaf hier. Oh shit, mayday! Oh my god, wat doet hij? Mijn vliegtuig dacht van je moeder, weet je wel. Oh ja, jouw grappler doet het dan wel weer, hè? Oh god. Waarom doet zijn grappler het wel? Yo, de bloem, dankjewel. Ik kan niet reloaden, dankjewel. Jezus, man, het zit een beetje met bugs hoor, dit spel. Oké, right. We zitten safe, man. Ik doe het lekker rustig aan hier, weet je. Zoek het uit. Ik blijf gewoon lekker campen. Okay, er zitten dus een gozer, zitten allebei daar. Alleen, ik weet dat die kerel daar zit, maar die andere guy ben ik even kwijt. Ik denk dat hij ergens in de brug schuil zit. Okay, als hij gaat pieken, ja, die deal is sterk hoor. Van afstand ook. Ik heb mijn gouden natuurlijk. Dat was gewoon ook weer een lekkere hit. Dat is de laatste, dat is de laatste. Oké, okay, kom hier. Ik ga hem no-scopen met de Deagle, oké? Okay? Ik beloof het, jongens. De tiende kill. No-scope Deagle. Let's get it. Alright. Oké, okay, let op. De Deagle. Bro, wat ga je doen? Oh shit, dat ga je doen. Oh shit. RPG, OP. Weg hier. Oké, okay, kut. Editen, dankjewel. Alright. Jongen, oh, die RPG, daar ben ik helemaal gek van. Hoppakee, die krijg je echt hoor. Oh, wat? Oh shit. Die kerel probeert mij te RPG'en. Dan ben ik wel in één kogel dood. Dus... Gewoon laten flikkeren, die guy. Zuig me. Doei, vriend! Damage, ja, lekker. Alright. Nu gaat hij sowieso pieken, let op. Wilt hij me naar beneden schieten? Spring. Huh, waar gaat die heen dan? Wat is die gast aan het doen? Maar ik zal hem no-scope, hè? Dat was het. Ik ga hem no-scope, dat wordt hem. Ik heb zat kogels, jongens, dat wordt hem gewoon hoor. No-scope. Die kerel moet even zonder hoppers komen te zitten. Jongen, dit is echt een. Dit is echt de meest saaiste fight die ik ooit heb gehad. Waar ga je heen? Let op, no-scope. Kom op, ga raken, alsjeblieft. Oh, die ging close. Oh, die ook. Ah, het lukt me niet. Oké. Okay. Oh, shit. Let's go. Ik heb nog een launchpad. Rustig aan. Ik hoop niet dat hij mij snijdt. Oh, dit is kut. Dit is heel kut. Oké, okay, mooi. Hij heeft me niet geraakt. Chill. Anders ga ik gewoon inzoomen, hoor, jongens. Want dit is echt niet te doen of zo. Hij heeft ook die RPG nog en die AK. Killen. Hoeveel van die rockers heeft die gast, man? Even serieus. Ik zit alleen maar die rockets te ontwijken. Hij heeft ook een sniper. Ja, ik ga hem gewoon inzoomen, jongens. Want anders gaat het hem niet worden. Hij doet ook een trap. Nou, die schiet even weg. Als ik een RPG had, was hij al lang de lul geweest, hoor. Gozer! Hoeveel van die dingen heeft hij, man? En dit is ook weer precies zo'n guy die alleen maar met een RPG kan spelen. Oké, okay, moet zo meteen die... Ik doe gewoon lekker rustig aan. Het wordt volgens mij... 20 minuten zitten we al op, ai. Deze fight, jongen. Het duurt zo lang. Ik heb zoveel sniperkogels. Ik kan gewoon alles doen wat ik wil. Oké, ik schiet hem gewoon naar beneden. Ik doe me dat gewoon. Ja, let op. Hij snipt mij ook, volgens mij. Dat was close, gek. Wil jij me even naar beneden? Dankjewel. Valt hij? Jammer. Cezo komt ook weer. Oké, ik bewaar even mijn launchpad. Je weet me nooit. Dat bedoel ik.
Deze guy. Ouwe. Jongen, ik krijg hem niet weg. Ik krijg hem gewoon niet weg, die guy. Oké, even reloaden weer. Die deagle is super sterk, maar ik moet hem even een flinke headshot raken. Dan is hij helemaal... Dat bedoel ik, dankjewel. Precies wat ik wou hebben, man. Oh, shit, 110 heb. Ta. Hey. 10 kills, easy going. Zo doen we dat gewoon, jongens. Alright, jongens. Hopelijk vond je deze video leuk. Hopelijk. Ik hoop het echt. Ik vond het best wel leuk. Beetje een langdradige endgame. Ik wist natuurlijk dat ik sowieso geen meer had. Dat zag je al. Ik ben natuurlijk zo goed. Geintje, dat was nog best wel een... Ja, hij kon me snipen. Natuurlijk deed hij niet. Ik heb hem natuurlijk wel met een mooie deagle shot. Dus hopelijk vond je deze video leuk, jongens. Als je de video leuk vond, vergeet dan zeker een duimpje omhoog te doen. Ik heb altijd een beetje struggle met de outro. Ik weet niet waarom. Ik moet dat even gaan oefenen, denk ik. Jongens, vergeet niet zeker dan een duimpje omhoog te doen. Dat zou super dope zijn. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Dat zou super ziek zijn. Op naar die 110k. Super ziek, jongens. Dikke lof naar jullie voor de support. I love you all. En dan was dit de video, jongens. Tot bij de volgende video, jongens. Later, mensen.